Hallo en what's up beste kijkers, welkom terug bij het kanaal van MeesterStormTroopSizer en een nieuwe game playthrough voor het eerst weer in lange tijd. We gaan vandaag beginnen aan de playthrough van de game Horizon Zero Dawn. Dat is een game afkomstig uit Nederland, geregisseerd door Matthijs de Jonge. Zijn bedrijf is ook verantwoordelijk geweest voor de creatie van de Killzone Games. En het gezicht van het hoofdpersonage Aloy is gebaseerd op een van onze eigen actrices, Hanna Hoekstra. Ik heb deze game zelf lange tijd vermeden, omdat ik vreesde dat het gewoon weer de zoveelste open world game zou zijn, die er toevallig een beetje mooier uitzag dan gemiddeld. Maar na het zien van de trailer van het vervolg Horizon Forbidden West en de gameplay en lore die daarachter schuil ging, het zag er zo gaaf uit dat ik toch eens opnieuw heb gekeken naar Zero Dawn. En ik denk dat het verhaal en de gameplay echt wel moeite waard is, dus ik heb het onlangs aangeschaft. Ik kwam heel toevallig en gelukkig een goedkope Complete Edition tegen met een artbook en een DLC. Zoals je ziet zijn we nu bij het menu. Er is al een heel belangrijke intro scène geweest die ik waar ik zo aan gekluisterd was dat ik het niet heb opgenomen. Ik start normaal te opnemen bij het menu. Ik had geen flauw idee dat dit direct eraan kwam. Het weinige wat ik van de wereld van Horizon weet is dat het zich duizenden jaren in de toekomst afspeelt. De mensen zijn vervallen in diverse ruige stammen met mixen van de culturen van de Inuit, de Native Americans, de Kelten en vast nog een heleboel meer aan culturen. Het ziet er nu al super creatief en gaaf uit. De visuals en motion capture die zijn al fantastisch. Voice acting klinkt goed. En de muziek ook fantastisch. Regie. Het schiet nu al enorm de hoogte in op de individuele afdelingen, hun kwaliteit. Het personage dat geïntroduceerd werd aan ons in de cutscene is Rust. Volgens mij heet hij zo, een verbanneling van de stam van de Nora en zijn dochter Aloy. Waarom ze precies verbannen zijn, weet ik niet. Het heeft iets te maken met Aloy's afkomst en die van haar moeder. Een van de priesteressen behandelde haar niet anders dan een gewoon lid van de stam en heeft haar naam gezegend met haar vader als getuige. En dat is het punt waarop dit verhaal gaat beginnen. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we eerst eens de settings wijzigen. Ik heb geen idee hoe deze game gespeeld wordt, dus we doen maar normal. Oké, markers op de world, een beetje begeleiding. Dat houden we voor nu aan. Als het te makkelijk wordt, dan kunnen we het uitschakelen. Oké, to the waypoint location, dat houden we gewoon uit. Dan is het nog een beetje uitdagend. Show HUD untouched. Oké, HUD always on. Dynamic. Oké, de controls. De sensitivity is goed. Aim assist. Dat houden we voor nu ook aan. Ik wil ook weten hoe makkelijk of moeilijk dat wordt. Choose if your mount will automatically follow roads or control freely. Dat is realistischer. Sprint toggle. Laten we dat maar doen met hold. Show headpiece. Ja, oké. Face paint. Oh, dat kan pas als je hem op de hoogste moeilijkheidsgraad voltooit. Focus effect werkt ook nog niet. Let's begin. Aloy! Aloy! Ze is gegroeid. Ik vind het nu al zo'n prachtig meisje. Creeps.
Ah, die muziek is prachtig. Ooh, that's a lot of berries. You're quite the gatherer, aren't you, little bast? Now go and see if you can find some more. Hmm? Zij heeft geen moeder, of ze weet in ieder geval niet waar die is. Dus dat moment betekent wel veel voor haar. Ah, een beetje diversiteit ook. Nice. Children, come with me. Dat is niet aardig. She's an outcast to be shunned. Dat is niet aardig. There. Oh, come on. There. Racisme is een product van je omgeving. Dat is wel duidelijk hier. Oh dear. Rost! Staan er alleen voor, ben ik bang. Het geluid staat een beetje hard, dus zet het een beetje zachter. New main quest, a gift from the past, going to the cave. Wat ik wel aangenaam vond is, enkele van die kinderen die hadden zo hun twijfels over Aloy buitensluiten. Racisme, dat wordt van de ouders en hun omgeving doorgegeven aan de kinderen. Maar sommige kinderen zijn gelukkig slim genoeg om voor zichzelf te beslissen of iemand vermeden moet worden of niet. En Aloy verdient dit in ieder geval niet. Echt, ik ben pas een paar minuten in de game en het is gewoon al zo wonderbaarlijk. Die graphics en muziek en worldbuilding is fantastisch. Je kan alle verschillende culturen al louter in de outfits en haarstijl zien van de karakters. Dit is ongeveer in hetzelfde jaar uitgekomen als Uncharted The Lost Legacy. En dat is echt wel zichtbaar de kwaliteit van zoveel afdelingen van de game. Hopelijk blijft dat zo. What was that? Looks tight, but I can get through. Okay, the toggle. This must crouch. Be a ruin of the metal world. One of the old places. Vraag me af wat het dan voor een oud plek is. Het ziet er wel herkenbaar uit, die structuren, maar hoe oud is dit in godsnaam? Ik weet ook niet echt wat het is, een soort fabriekshal. Een minpuntje dat ik nu wel zie is dat de camerahoek en de controls zijn een beetje wiebelig. Niet zo ideaal. Ross said never go in places like this. But I have to find a way out. Oké, laten we dan maar zo snel mogelijk wegwezen hier. Lopen hier van die metalen monsters rond of zo? Ik prefereer toch wel de natuur buiten, boven deze grot. Oh, looky here, wat is dat? Not sure. Nederlandse bedrijven die staan bepaald bekend om dat ze AAA games maken. Dus ik ben echt heel trots op Matthijs
de jongen en zijn team dat ze dit hebben weten te maken. Want because it looks freaking impressive. Dacht even dat die trap instortte. There's something up ahead. What's that? A dead person. Het was niet dat we door die stalagmieten heen zagen. There's something shiny there. Dat lijk ziet er niet zo oud uit op zich. Paar jaar? Het is futuristische technologie, dat is zeker. En het werkt nog ook. Oh boy. Lights. Everywhere. How does it do this? Toggle the focus by pressing R3. Okay, ik denk dat het je laat zien welke machinerie hier nog actief is of werkzaam. Als je de focus uitschakelt, blijven die paarse dingen er. Dus het heeft ze op een of andere manier ook weer actief gemaakt. A metal door. Closed. Maybe this device I found can help. Oké, en er is nu ook een soort kompas. Blast door. Heavily sealed. Seal integrity maintained. Oké, dus het geeft informatie over de omgeving. It's connected to the door somehow. Secure encryption port with holographic display. Data shows required settings for nearby hololocks. Oké, dus dat opent waarschijnlijk de deur. Reinforced platinum conductor. Oké, we moeten dus omlopen om bij wat ontgrendelingsmechanismen te komen. Dat dit zo oeroud en versleten is en allemaal nog werkt. Oké, okay. Data show settings for nearby hololocks. Rood naar beneden. Interface unavailable, electromagnetic security mechanism. Oké, top. Bingo, dat zou het moeten zijn. Changed color. Door changed color too. Okay, sweet. Okay, die doosjes op het kompas, dat zijn vast voorwerpen waar je interactie mee kunt aangaan. Device like the one I found.
Weer zo'n oeroud lijk. Nice. Die lijken die moeten dus echt wel nog. Dit lijkt in ieder geval ziet er oeroud uit. Een holografische boodschap van een paar duizend jaar terug, denk ik, van een man die zijn zoon een fijne verjaardag wenste. Het zag er al. Ik weet niet wat dit voor een plek was, maar het is niet zomaar een fabriekshal. Leek eerder ook een beetje op een soort arcade. Hall? Not sure. Squeeze through the gap. Nu ik erover nadenk, is het misschien wel verstandig om de subtitles in het Nederlands te doen voor mijn publiek. Ah, oké, okay, dan moet ik terug naar het hoofdmenu. Goed, dat doen we dan de volgende keer. Oh, and look, there's a photo mode. Daar kan ik niet mee experimenteren in deze playthroughs. Dat zal te veel tijd kosten, dus dat doe ik wel in mijn eigen tijd. Maar er zijn vast een hoop momenten die een kiekje waard zijn op een gegeven moment. Wat is dit? Vind ik zo vreemd. Je kan daar niets mee. Wat is daar dan voor nodig? Een voice log. I saw them lining up in the community room. Like cattle in a slaughterhouse, but smiling at each other. Chana handing out meds, like being alive is some kind of pain to be eased. Not me. I don't want to go quiet. I don't want to trail off. I want a period at the end of my life sentence, not an ellipsis. Hell, an exclamation mark. So if that upsets whoever finds this, too bad. I don't know anyone, anything, anymore. Jesus. Oké, die heeft dus zelfmoord gepleegd omdat hij zijn leven en pijn niet onnodig wou verlengen. Was hier dus een groep vluchtelingen of zo? Maar waarvoor? Wat is er met ze gebeurd? Oké, een heleboel pakketjes in deze kamer, naar het schijnt. Why did they die here? What happened to them? Lock Skylar Riviera. And Machu Picchu. Always wanted to see that. Never did. Why didn't I go with Owen when he asked? Stupid. Oké, dus het waren een groep vluchtelingen die hier wachten om te sterven, alleen en in het donker. Want het is duidelijk dat er met de wereld echt iets drastisch is gebeurd. En anderen die kozen een weg naar een veilig heenkomen. Veiliger dan deze arme drommels.
great idea, Director Evans. Like I haven't done enough for posterity already. Like I wouldn't be here like this if not for posterity. I'm done with posterity. Posterity can go. Oké, jemig. Dus ze waren... Wat? Waar waren die mensen onderdeel van? Het was niet zomaar een vluchtelingengroep. Hun gedachten op hier opnemen voor het nageslacht. En dat ze al genoeg hadden gedaan voor het nageslacht hier. Waar is... Wat deden ze? Hoe lang hebben ze hier gezeten om langzaam om te komen? I don't know. Ella Pontes. And maybe that's all I need, Ina. That moment the door opened and you were standing there, wearing that retro wig dress and the way you smile. I have to look away or you're gonna see it on my face. What had just blossomed inside me, you know. It was just an instant, but I knew we'd be forever. Okay, dat was een heel vage boodschap. Ik weet niet precies wat het betekende, but it didn't sound really good either. And pray for us sinners now and at the hour of our death. I mean, death. I'm sorry. It's been a while. And well, these meds Johnny gave us are really something. So, okay, from the top, kids. Hail Mary, full of grace. Okay, die Dr. Chana en Dr. Evans, die probeerden deze mensen zo lang mogelijk in leven te houden, maar ze crepeerden hier. Ze waren niet alleen vluchtelingen voor de teleurgang van de wereld, maar ook onderdeel van een soort experimentele groep. En ze legden hun gedachten hier vast voor het nageslacht. En ze beschouwden het zelf als een kwelling. Die laatste, hun laatste momenten, uren, dagen, weken, I don't know. En sommigen verkozen dus zelfmoord te plegen. Maar het is me nog steeds niet duidelijk wat er dan met ze gebeurd is. Wat waren ze in hemelsnaam aan het doen? Rust, top. He found me. Rust found me. Ze noemt hem niet papa. Down here. I'm coming. I'm coming. Ze noemt hem niet papa. Dat interessant is, want hij is meer een vader voor haar dan wie ook. En. Eloy! I'll be right there. En gezien hoe makkelijk kinderen zich hechten aan ouderfiguren. Come, girl. Is de verklaring daarvoor dat hij zichzelf niet echt als haar vader beschouwt. Of ze, misschien vindt ze het gewoon vreemd om hem pap te noemen, I don't know. Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? No. Give it to me. No. Aloy, such things are dangerous. No! Hmm.
sneaking away from home, you'll need to know how to survive in the wild. Come, Aloy. Home now. But starting tomorrow, you will learn to hunt. Looking forward to that. Het is interessant wel, hij is in alles, behalve naam, haar vader, maar tegelijkertijd dringt hij ook niet zijn wil aan haar op voor zover als hij zou kunnen. Dat wil hij haar niet aandoen. I'll be shaking. What do they mean? Take your bow. Hij is wel strikt als het nodig is, in ieder geval. Bow? And enough muttering to that plaything. We descend to the valley now. Follow. Wantrouwen tegen technologie. Got it. Ik heb het gevoel dat dat straks nog heel nutig zal blijken, juist. The wilds can be dangerous, Aloy. You will need to stay close and do as I say. I know. Now, you're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. See this plant over here? It's called Southbrush. Come, gather its berries in your pouch. Damn. Come now. Gather the berries. Kom eraan. I told you. Gather the berries. Medicinal Southbrush. Good. Now eat the berries. Okay, dus dat is healing. They may taste bitter, but they can save your life. Always keep your pouch full of medicinal berries, flowers, and plants. Where are we? This valley is just a part of All Mother's embrace. Moet je het zien dan, zo mooi. The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines. Usually. Het is werkelijk prachtig. Hier zou ik wel zo'n foto van gemaakt hebben. Further down river, we'll find a herd of machines. And I will teach you how to hunt. Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. Their power must be respected. But I will be beside you. Maar dat betekent niet dat alle machines van nature je vijand zijn. Zijn vast goede bij. Echt die stof en lichtdeeltjes en hoe ze door het gras heen waden. Is heel mooi gedaan. Aloy, a machine is coming. Crouch and follow me into the tall grass. Ah, zo dus. There. Now stay low. Little one. No, Aloy. Such machines are called watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Listen close and do as I do. Stay still. Wait for it to pass. Okay, dus letterlijk, ze zijn allemaal vijandig. Als je schotten, wat gebeurt er dan? Ze vallen aan of roepen ze anderen? Not sure. Echt het ontwerp van die machine creaturen, het is prachtig. The slower you move, the quieter you'll be. And crouched walking is quieter than upright. Wait for it. Het gebruik ook van lens flares in deze game, van zowel de zon als het oog van die machines. Het is heel cinematisch. Vergeet telkens, ik ben zo
gewend dat bukken en duiken het cirkeltje is, dat ik vergeet ook eens dat vierkant hier de juiste knop is. En dat oog dat we dus net zagen was voor stealth. Who's that? Ignore him. But why is he up there? Is een soort ritueel of ontgroeningsding wat hij doet. He's smiling at us. Deb! Get back where you belong! Deb! Where are you? Ignore him. We are outcasts and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe. And he is a fool. Come okay. Now, let's find that herd. Dus Ross is een liefdevolle en waakzame guardian en voogd voor Aloy, maar hij is ook bevooroordeeld. Hij is enigszins paranoïde en houdt niet van wat vreemd of een dreiging kan zijn. Hij is niet bereid om verder te kijken dan zijn neus lang is, wat dat betreft. Enigszins jammer. Maar dat is dus zijn character flaw. En ik hoop dat Aloy hem wat meer open kan laten zijn there. Voor dingen. These are called striders. Grotere machines, alright. Why'd you chase them off? To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Oké, dus ze zijn niet allemaal vijandig. Had gelijk. You'll see. Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. What? Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to use them. Good. That's it. Hij is echt best wel strikt. Those will do. Wat dit betreft, hij Er is bij hem nou niet bepaald plaats voor zachtheid of zwakte. Hij wil gewoon dat je het echt direct goed doet en op zijn manier. Tough love, I guess. Moeten we stenen naar machines gooien of zo? Stop wasting time. Ja, joh, je bent zo snel. Aloy. Come now. There's the herd. All right. It's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them. Draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with, or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. Okay, maar dienen die watchers dus als bewakers van hun kuddes of zijn het gewoon wakers in het algemeen? Okay. Aloy, throw a rock near me. Got it. Wauw. Nice dan. There. Come girl, it's safe now. You got it. Harvest the kill so I can teach you how to make arrows. Metal shards and wire. Dat is goed voor pijl en boog. Harvest the kill, Aloy. Pay attention. Okay, wire resource. Good. That. Now, gather stalks of ridgewood from the plants over there. Daar kunnen we dan een boog mee maken. You got it. Good. I see you've already gathered stalks of ridgewood. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads.
Okay, hold L1 to open the weapon wheel. Okay. Okay, dan kun je ze craften. Simpel genoeg. Okay. Good. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Is niet zo moeilijk op zich. Let's put those arrows to use. Follow. Hoop alleen dat je niet per se een machine hoeft te doden om aan metal shards te komen, want dan wordt het wel tricky. Here. Stay low in the grass and be quiet. Got it. Oh boy. First kill, Aloy. Strider. One of the weaker machines. Is dat een weaker one? Kill a hunter if she's careless. You must study your prey. Its hide is thick, but there are spots where it is vulnerable. Like its eye. Can you guess another? It's vaak de nek. Okay, daar op zijn rug, lijkt me. The canister on its back. Is that a weakness? Shits. How did you guess that? The device. It showed me. That plaything? Stop playing games. Now, ik denk dat het nog heel waardevol wordt hoor, Rust. Target the eye or the canister. And if it charges, be ready to roll out of the way. Oké, okay, got it. Maar ik wil eerst even weten. Oké, okay, dit is dus de kaart met al je skills, inventory en crafting. Oh my goodness. Dit is wel heel veel. Ik heb nog geen skills. Weapons can have the following statistics. Handling, damage, tear. Dus dat zijn allemaal wat de wapens en dergelijke kunnen. Outfits. Oké, okay, die kunnen dus ook een heleboel. Modifications, resources. Wire. Valuable to merchants. Rich wood. Treasure boxes. Special items. Ammo. Oké, okay, die doen dus vooral voor afleiding. Deal low impact damage en low tear on impact. Oké. Okay. Traps en potions, cool. Oké, dus dit is de kaart. Oh goodness, dit is een groot land. Quests. Today Aloy will learn how to hunt machines and survive in the wild. But what she most wants to know, Rust cannot teach her. De wie haar moeder is, of waarom de wereld zo is. Not sure. Notebook. Okay, de machine catalogus. Een Strider. Wat ik dus wou zeggen, als dit de zwakke zijn, wil ik niet weten hoe de tough motherfuckers eruit zien. Hurt machines that will bolt when disturbed, so they must be dealt with silently or quickly. Not mountable yet. Hard outer cast to protect synthetic muscle and operational systems. Wat ik zo uniek daaraan vind is dat al die machines echt zo letterlijk zijn als dieren. Ze volgen geen echte algoritmes. Ze hebben niet een specifiek doel behalve gewoon overleven in een vrije natuur. Het is een heel uniek concept. Blaze storage canisters shooting elemental canisters with elemental ammo triggers an explosion that will damage anything nearby. Okay. Dus dat zal die koe waarschijnlijk laten exploderen. Okay, en je kan daarvan dus looten blaze voor ammunitie craften. Shock ammunitie. Oh man. Je kan hier een hoop van verzamelen als je hem kan doden. Oké, okay, er zijn een heleboel aan type machines. Data points. Oké, okay, er was er dus blijkbaar nog één, maar die heb ik gemist. Game progression.
statistics. Okay, whatever. Goed, let's try. Target the canister. Keep firing! Keep firing! Gotcha! Dat was iets lastiger dan ik dacht, maar het is gelukt. Oké. Ah, sweet. You did well today, but you have much to learn. Tomorrow, we train again. What was that? That boy. The one running the Brave Trails. Follow Aloy, quick! What, Vine? Heeft hij hulp nodig? Ik zag hem niet eens, joh. Oké, dus als je loot, krijg je... Het is niet precies te voorspellen wat je dan krijgt, maar dat is logisch. Was bij Tomb Raider ook zo. My goodness, echt de natuur in deze wereld is prachtig, dat wel. Alleen Ghost of Tsushima was... echt mooier dan deze. Oh dear. Oh boy. Dat uitstapje, dat komt in duur te staan zo. I can do nothing. It's only a matter of time before the machines find that boy and kick him to death. Niet als we ze voor zijn. But if I shoot, it will cause a stampede and it will trample him. But I can see the path they take. Stop telling stories. We kunnen ze een bepaalde richting inlokken. I can sneak through. You will not. Dus ze laten hem gewoon doodgaan? Come on. Aloy. Kun je me de boog even gooien, please? Oké, we moeten het dus zelf regelen. Sneak to the wounded boy. To find a safe time to move, scan the watcher with the focus to reveal its path. Oké, dus dit is het vat dat hij neemt. To move slowly, quietly, so I can sneak past. Can't let them see me. Okay, het is een hoop om in één keer rekening mee te houden, maar je kan hun paden dus tracken. Okay, dat is niet zo'n probleem. Oh no, they watcher saw me. Oh. Okay. Dus niet zo. I need to see their paths. Okay, voorlopig goed. Almost there. There he is. Oeh, oké. Als hij met zijn rug naar hem toe staat. Oeh.
Oké, dit is nog best wel intens. Zelfs als je hun pad weet, weet je niet precies wat ze aan het triggeren maakt. Hey Bunny. En hallo Jochie. Oké, hij tap. Hey. Oké, nu moeten we dus zorgen dat we hem veilig... Oh! Dat we hem veilig naar de overkant krijgen. Ah, crap. Oké. Oké, gaat het goed zo? Easy now. Ah, dat is wat chill. Je kan het pad blijven zien ook als je de holo of wat het ook is uitgeschakeld hebt. Oké, recht zo die gaat. Nice dan. Zie je? Geen centje pijn. So, it is no plaything. Het is iets heel waardevols. Niet alles van machinerie is kwaad. Oh, mother, bless that girl. Bless you both. Boy! Graag gedaan. Save me. I just want to... Boy! Seal your lips. They are outcasts both. And she is motherless. Wat is dat, een kardinale zonde of zo? Back to mother's heart. Hey. That boy should not have spoken to us. It's against tribal law. We'll go home now. Paria's zijn nog steeds een onderdeel van de mensheid. Dat is helaas niet uit te roeien. Ja, en Aloy begrijpt het gewoon niet. Hij heeft haar dus echt niet verteld waarom ze nou zo anders zijn. Welke eikel doet dat? Stay away, no mother. Fuck you. Flashpoints offer moments of emotional choice. How Aloy expresses her personality is up to you. Choose this and Aloy will confront the challenge directly. Choose the brain and Aloy will use her insight to find a clever, less obvious approach. Ah, crap. Nou, ik ga geen geweld kiezen. We zijn beter dan dat. Knock the rock from his hands. Drop your rock. Aan de andere kant wil ik ook niet over me heen laten lopen. Knock the rock from his hands. Dat is niet geweld tegen hem, dat is gewoon hem ontwapenen. Ik denk dat dat een mooie middenweg is. Don't mess with Aloy. Away from there. Back to picking berries. You're bleeding. Let me have a look. Here, hold still. I'll get it. Why? Why am I an outcast? Aloy,
This is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before, that's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So is that the waarheid? They know? It's not so simple. But they know. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me. It would be dangerous. How? It would take years of training. I don't care. How do I do it? Tell me. The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. A boon? Yes, whatever the winner wants. Then I'll do it. Whatever it takes. Ze heeft de geest. Dat geef ik er echt wel. I see. We'd best get started then. Dank je, Rust. Training will be hard. And it will take years. Start training? Yes. Follow. Enthousiast. Ik mag er. Oh ja, daar gaan we. Training mantis. Verbaast me dat ze ons dat niet als gameplay segment geven meteen. Dat is een betere, boy. Thanks, Rust. Oh, yeah. Dit moet ze zelf kunnen, inderdaad. Alles om gewoon deel uit te maken van haar volk. Voor haar identiteit. Oh yeah, goede transitie. Had al zoiets verwacht. Oh ja, she's a badass. Woo! Ze is er klaar voor. Echt, dat gezicht is zo realistisch. Het zijn heel gave graphics. Niet de modernste, maar echt super goed. Rust? Rust? Rust! Where is he? 2 days before the proving and he goes off without me? He wouldn't do that. Okay. Dus we moeten nu Rust gaan zoeken. Het is bijna tijd om haar plaats in de stam te verdienen. Als ik haar was, zou ik zelf niet al die moeite doen. Want hoeveel zijn die mensen eigenlijk waard als ze haar met de nek aankijken? Om respect te krijgen, moet je het ook geven. In deze wereld ligt het gewoon anders. Zij heeft zichzelf nu meer dan genoeg bewezen om deel uit te maken van haar volk. En hopelijk volgt ze uit wie ze werkelijk is.
wat haar bloed is en wat haar een buitenstaander maakt. Tot nu toe een iets wat overweldigende, maar heel gaaf gemaakte game. Heel veel potentie heeft dit. Ik ben echt al apetrots op de makers hiervan. En de volgende keer gaan we verder met een nieuwe playthrough van Horizon Zero Dawn op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie deze playthrough leuk vonden en ik zie je de volgende keer. Goodbye, stay safe, wash your hands, wear a mask, get vaccinated and live long and prosper.